Na 23 jaar neemt Ed Stoop afscheid van VisTV. Een icoon, bekend onder alle sportvissers. En hier in Ahoy, tijdens Visma, neemt hij afscheid van de fans. Ed, waarom stop je? Nou weet je, er komt altijd een keer een moment van stoppen. Ik kan wel doorgaan totdat ik met een rollator loop, maar nu ben ik nog fit. De mensen hebben goede herinneringen aan me en ik mag met pensioen. En als dat zover is dan, en ik mag nog meer gaan vissen, nou ja jongen, dat is het mooiste wat me kan overkomen misschien wel. Want dat is wat je gaat doen met de vrije tijd, vissen? Ik ga nog meer vissen. Mijn vader is 92, die zat gisteren te vissen, zit vandaag te vissen. Ik hoop dat ik zijn genen heb voor 100%, nou dan komt het allemaal goed. We vinden het heel erg jammer natuurlijk dat hij weggaat. Zo'n prominente figuur op televisie in de wereld van visserij hier in Nederland. Dat mag wel gezegd worden. De manier waarop hij het brengt, met zijn volle belevenis, het is geweldig. Echt waar. We kijken elke zondag eigenlijk. En dan, als we er niet thuis zijn, dan kijken we daarna de replay, meestal. En jammer te vinden dat hij dus gaat stoppen. Wat maakt het zo goed? Ik vind het vooral grappig als ze dan, bijvoorbeeld met de laatste aflevering van vorige week, toen sloeg hij om en dan van iets heel raars maken ze dan iets heel grappig. Ja, ik vind het toch wel leuk. Ik zit op de cameraboot, ik heb schipbreuk geleden. Ik krijg een hengst op mijn hengel. Waarschijnlijk een forel erop gedoken. Ik duik opzij en de kajak slaat om. Ik ben helemaal verzopen. Het water staat. Kijk eens, het is allemaal water. Helemaal vol. Beginnende vissers, wat is de belangrijkste tip die je die kan meegeven? Ja jongens, geniet sowieso van vissen. Geniet gewoon van een simpele manier van vissen met een dobbertje en een wormpje of een made eraan. Vorentjes tikken. Begin eenvoudig, zodat je het plezier van het vissen krijgt. Plezier van het zijn in de natuur. En al het andere, dat is voor later.